Goedemiddag of zo. Als iemand iets wil zeggen of ergens over mekkeren, ga je gaan. Weerstand en? En buiging. Buiging. Ja. Ik hoorde laatst iets wat ik van iemand anders, wat ik niet helemaal kon pakken. Dat is dat de weerstand, waar wel een hoop bevrijding in potentie in zat. Dat is dat weerstand onderdeel uitmaakt van datgene wat je, waar je weerstand tegen hebt. Dus dat het er gewoon inherent bij hoort. Zoals? Je belastingaangifte laten die even. Hoort erbij. Dingen uit het dagelijkse leven. Nou kijk, als je zegt dat weerstand bij het leven hoort, klopt dat. Want sommige dingen vinden we prettiger dan andere dingen. En op een heel ander niveau zonder weerstand ben je dood, want dan grijpen de bacteriën. Dus... Ja, sommigen zeggen dat het leven weerstand is. Ja. Dat je zonder weerstand niet zou kunnen leven. Dus het is altijd fijn, ik heb het vaker erover gehad, van om in triades te denken in plaats van dualiteiten. Dus je hebt weerstand, geen weerstand. Maar je hebt ook nog zoiets als tegenwoordigheid van geest. Of onderscheidingsvermogen, zodat je weet waar je wel en geen weerstand aan moet bieden. Of hoe lang. Of... Dat je kan gaan zien van deze weerstand is gewoon omdat ik mezelf loop te vermijden. En deze weerstand is gewoon een nuttige weerstand. Ja, dat blijft wel iets een spelletje in je hoofd dan, merk ik bij mezelf in ieder geval. En die weerstand, ik kan die niet wegredeneren. Nee, dat hoeft ook niet. Maar... Mijn been is niet goed en dan kan ik weerstand hebben tegen lopen, omdat dat hinderlijk en pijnlijk is. Maar als ik niet loop, wordt het erger. Dus er is een domme weerstand om naar te luisteren, dus ik kan beter lopen. Ja. Dus er is nog iets anders dan alleen maar die weerstand. Dus ergens weerstand tegen voelen is een soort primair iets. Mm-hmm. Oké, vervolgens kunnen we gaan kijken, als we geïnteresseerd zijn, van heeft deze weerstand zin? Of is het gewoon een of ander slap iets, waardoor ik mezelf kleiner hou of minder maak dan zou mogelijk zijn. Ja. Dus onderscheidingsvermogen is handig en onderscheidingsvermogen is niet alleen maar een kwestie van denken of zo. Het heeft heel erg voor mij met die kloppendheid waar ik altijd over zeur te maken. Mm-hmm. En sommige weerstand die is... zinvol en anderen juist niet.
Dat begrijp ik, maar zelfs niet zinvolle weerstand, die houdt mij er niet van om me soms in de wielen te rijden. Ja, dat kan, maar er is geen wet tegen domheid. Dat zijn we vrij goed. Ja. Is er op de een of andere manier ook, want ik ken ook de situaties, dat ik een soortement van energie krijg van die weerstand juist? Zoals? Ik heb een paar satsangs van jou uitgeschreven. En dan krijg je behoorlijk weerstand van. Ja, dat is knap vervelend. En toch, uurtje aan de kant en dan kan toch niet later. Op de een of andere manier ook. Ja, en dan zit er dus nog een ander element ook in. Dus er is een deel weerstand, want het is nooit alleen maar weerstand. En iets van nieuwsgierigheid of drive of dat er ergens gevoeld of geweten wordt van ja, maar dit kan ook nog iets gaan opleveren. Een moeilijk gitaarstuk instuderen kan ook weerstand oproepen, maar het is fucking leuk om het te kunnen. Ik hoef dat niet meer, want het gaat niet meer. Maar als dat scheelt, hoef ik ook geen weerstand te hebben. Ja. Is dat te veel een methodiek of een methode dan? Maar zou je kunnen intappen op dat deel wat je vooruit stuwt dan? Nou, als je het van buitenaf bekijkt, van als de stuwing sterk genoeg is, is het voldoende om de weerstand te overwinnen. Als dat niet zo is, ja, dan kunnen we natuurlijk van alles gaan forceren, maar dat lijkt me niet zo handig. Ik zou dan liever gewoon goed gaan kijken naar wat speelt hier allemaal. Ja, iemand die, en dat is dus een uiterste, van iemand die constant instant gratification wil, dus alles gemakkelijk wil hebben, die zal nooit ergens toe komen, want die overwint zichzelf nooit. Dat lijkt me een slecht plan. Als wij niet de neiging hadden ook om dingen te willen leren, dan kropen we nu nog allemaal over de grond. Maar zodra zo'n kindje oud genoeg is, gaat die willen staan. En dat is verdomd lastig. Leren lopen is moeilijk. Weet je wel, maar en dat geeft weerstand en dat geeft pijn, want het is vallen en stoten en tjonge, jonge, jonge. Maar het moet en het zal lopen. Dus als wij steeds maar toegeven aan de eerste de beste weerstand, is mijn point, dan zouden we nog steeds als baby's rondkruipen. Lijkt mij een slecht plan. Ja. Dus misschien toch intappen op die drive en je niet blind staren op het vooral niet doen. Ja, en kijken dus nogmaals van waar bestaat die weerstand uit. Omdat ik alles gemakkelijk wil hebben. Of omdat ik bang ben dat ik afgekeurd word door een ander. Dat kan ook. We zeggen en doen een heleboel niet omdat we bang zijn van het oordeel van anderen. Dus eigenlijk bang zijn voor ongemakkelijke gevoelens. Nou, iemand die goed leert voelen, die houdt op een gegeven moment om zo bang te zijn voor ongemakkelijke gevoelens. En gaat zeggen en doen wat er gezegd moet worden of wat er gedaan moet worden. Dus als je steeds buigt voor het verkeerde of op een te vroeg moment, kan je nooit een soort tevoorschijn komen. Nou, als je dat prima vindt, ja, dan blijf maar lekker klein en zeg maar nooit iets. Weet je wel, maar voor iemand die meer volwaardigheid wil of die een vrijer en echter bestaan wil hebben, is het een slecht idee. Ja. Dus weerstand is geen probleem, maar een interessant iets om net te kijken van hoe werkt dit precies. En dient dit mij om hier aan toe te geven of dient het me juist niet? Is dit een nuttige weerstand? Daarmee haal je de lading eigenlijk ervan af, hè? Nou ja, het oordeel in ieder geval. Anders maken we er zo'n moreel ding van, weerstand is altijd slecht of zo. Nope. Hangt er vanaf. En weerstand kan sterk zijn, maar ik hoef er niet altijd naar te luisteren. Dus laat ik me bepalen erdoor. Ik heb ook nooit zo'n zin om naar de mondhygiënist te gaan. Dat is een tamelijk vervuilende bezigheid. Maar dat je tanden uit je bek vallen is nog vervelender. Dus het is een afweging. Dan heb je twee weerstanden eigenlijk. Ja, dan ontstaat de voorkeursweerstand. Van nou, ik heb toch liever dat die dingen nog even een paar dagen blijven zitten. Ja. In dat geval is het dus eigenlijk goed om het te rationaliseren eigenlijk. Want het klinkt als rationaliseren. Nee, ik zie het gewoon helder. En dan, ja. Ik denk daar niet zoveel over na. Het is gewoon wat opkomt van, joh meneer, als dat
niet iets aan gebeurt, dan. Die. Oké, okay. Dan gaan we twee keer per jaar. That's real fun. Maar ook daarin is het interessant, want dan kun je weer merken van als je het vanuit een wat meer back-off positie benadert, is het een stuk minder erg dan wanneer je de hele tijd arme ik schrap gaat zetten. Mm-hmm. Dus zelfs dat, zoiets vervelends, kan heel interessant zijn. Voor een deel is het ook gewoon ophouden met zeuren, toch? Ja, dat vind ik sowieso prettig. Ja, ik merk het. En buiging dan? Als je het hebt over de spirituele buiging, kun je daar iets over zeggen? Of is dat vreemd? Vroeger toen ik spiritueel was, vond ik dat mooi. En dan moet ik Zappa aanhalen die ooit zei, there's a difference between kneeling down and bending over. En dat is bij de spiritueeltjes vaak niet helemaal helder. Ik heb naast zitten denken waar die buiging dan in zou zitten. Een ding is het uit je handen laten vallen van, yes. In mijn geval bijvoorbeeld proberen te begrijpen of nog iets willen. Oh. Is er iets tegen iets begrijpen? Nee, op zich niet, maar om iets. We willen altijd iets begrijpen om iets. Al was het maar om morgen niet zo dom te zijn als gisteren. Dus daar is het niet. Buigen heeft voor mij veel meer te maken met een soort afstand doen van een ego-mentaliteit. Van dat ik altijd mijn zin moet hebben, of dat ik altijd gelijk moet hebben, of dat het per se op mijn manier moet. Dus dat ik veel meer ga zien eigenlijk, maar dan heb ik die term buigen niet zo nodig, van dat wat ik wil of in te brengen heb, maar één van de dingen is in het totale speelveld. En niet per se de allerbelangrijkste. En niet op ieder terrein is het van belang dat ik überhaupt iets inbreng. Want in sommige dingen ben ik gewoon niet goed. Dus daar kan ik me beter buiten houden. En of raad vragen aan iemand. Op andere terreinen ben ik beter thuis. En dan is het misschien gepast om daar het voortouw te nemen. Ja. Dus dat gaat over meebewegen eigenlijk. Yes. Ja. In plaats van alles heel rechtlijnig forceren. En ja, de vergelijking tussen rijp gaan wat meer. Voilà. Ja. En als het te star wordt, dan breekt het. Dus dat heeft meer met zo'n een iets milder worden van die ik-positie te maken. Dat ik ook weet wanneer te buigen. Of, oké, ik haal mijn handen er vanaf. Ga je gang. Maar geen groot dramatisch moment waarbij je buigt aan de voeten van de leraar. Ja, daar hou ik sowieso niet zo van. Ik heb liever dat we elkaar aankijken en niet dat jij op de grond gaat liggen. Overdrachten. Ja, zeker. Nee, buigen voor iets waar een inzicht bijvoorbeeld of een ervaring die duidelijk wijzer is dan ik ben. Of die uit iets diepers in mij opwelt, waardoor er ineens een verschuiving in de perceptie kan plaatsvinden. Maar eigenlijk gaat dat automatisch, want dat buigen, ik buig, klinkt veel te moedwillig. Net zo, dus dat die term heeft een relatie met het begrip overgave. Overgave is iets wat kan plaatsvinden na een bepaald rijpingsproces, maar dat is niet iets waar ik toe kan beslissen van, nu ga ik mij overgeven. Dat is wat je overkomt, zou ik maar zeggen. Ja, daar zit meteen mijn vrevel tegen vragen als ben je bereid of zo, dan denk ik, ja. Ja, dat zal wel blijken. Ja. Ik heb vaak gezien dat mensen beweerden bereid te zijn om dingen aan te kijken of te laten varen of op te pakken of whatever. En mijn neiging is altijd, we zullen zien. Het zal blijken, want iemand kan zeer oprecht in een moment van plan zijn om. Maar of het ervan komt, hangt van heel veel factoren af, qua omstandigheden en innerlijke bewegingen. Dus ja, we zullen wel zien. Ja. En zelfs als mijn bereidheid groot genoeg is, hangt het er nog van af of ik voor dit of dat de aanleg heb. Ja. Ik kan zeer bereid zijn om een groot schaker te worden, maar het gaat niet lukken. Ik heb het geprobeerd, ik ben er behoorlijk slecht in.
Ja, en als laatste dacht ik nog, dat kan ook te maken hebben met dat je ziet dat je toch niks kunt bewerkstelligen. Dat het eigenlijk een hopeloze zaak is, omdat het al... Ook daar ga je weer een beetje van in een dualiteit, van niks kunnen bewerkstelligen. We hadden het net over baby's, je hebt leren lopen. Ja, op dat vlak natuurlijk. Ja, op allerlei vlakken. Je hebt leren praten. Ja. Weet je wel, zo te zien kun je dat ding ook onderhouden, want je loopt er niet, niet slonzeriger bij dan ik. Hm. Dus je hebt een hele hoop bewerkstelligd, dus ik hou daar niet zo van. Ah zo, ja. Want dan doen we net alsof we nergens toe in staat zouden zijn. Ik denk juist dat we tot heel veel in staat zijn. Als we op de juiste manier bereid zijn om dingen te leren en aan te gaan. Dat we niet alles kunnen bewerkstelligen, ja, yeah, sure. Ik doelde op spirituele verlichting, hè? Ja, ook dan. Ik kan overtuigingen wel aangaan en ondermijnen of ik kan het niet doen. Als ik het niet doe, neemt de kans op ontwaken niet toe. Ik kan dingen totaal leren doorvoelen, voor zover me dat lukt, of ik kan ze allemaal blijven onderdrukken. Degene die leert te doorvoelen, de kans neemt toe dat er iets gebeurt. Ja. Degene die blijft weigeren, hmm. En in die zin zou je kunnen zeggen dat, dat die bereidheid daar teruggevonden kan worden. Yes, en dat die cruciaal is, maar dat geldt voor alles. Iemand die wil leren snowboarden, maar die geen drive heeft daarvoor, of überhaupt om zich in te spannen, ja, dat zal nooit wat worden. Ja, heel veel vallen waarschijnlijk. Dus ik moet dan denken aan wat Ramana ooit zei, van kijk, en dat is klassiek, verlichting kun je niet doen, maar je onwetendheid laten afnemen kan wel. Dat is wat je te doen hebt. Maar je kunt niet verlichting grijpen. Of bereiken in die zin. Wat je wel kan doen is de hindernissen, dus je slaperigheid aan de kant ruimen. Dus daarom heb ik wel eens geroepen van vraag niet hoe word ik wakker, maar kijk naar hoe hou je je in slaap. En als je dat weet, en het begint werkelijk door te dringen, hoe je je kleineert en in slaap houdt, dan kan de motivatie ontstaan om met bepaald gedrag te stoppen, andere dingen te leren. Hoe lastig het ook is aanvankelijk. Om in ieder geval minder klein en dom en slaperig te zijn. Ja. En dan kan het een goed idee zijn om met weerstand, om weerstand te onderzoeken. Yes, of course. En je belastingaangifte te doen. Dan is dat vast aan de kant. Het kan nog op tijd dit jaar. Je kunt ook langer wachten, dan heeft het nog meer gevolgen. Maar nu is het feitelijk, maar dat zei ik al een keer, gewoon een energielek. Want het idee van dat moet gebeuren, dat moet gebeuren, dat moet gebeuren, dat komt iedere keer op. Iedere keer is dat verspilde energie. Het is gewoon niet effectief. Het is niet slecht of zo, maar het is onhandig. Dank je wel. Ja, welkom. Ja, ik wil nog even doorgaan over die weerstand. En ik denk dat het komt door angst. Ik zit in het bestuurtje van een klein stichtingtje. Nou ja, één bestuurslid, die heeft borderline en diegene met wie we nu een gesprek hebben gevoerd, die heeft bipolariteit. Oh, gezellig. Precies. Dat is dus precies mijn angst. Ik vind het al moeilijk om met die ene persoon, het lukt altijd hoor, om het elkaar weer te vinden. Maar hij kan vandaag zeggen, ja, we moeten groeien en we gaan meer publiciteit zoeken en ik wil naar 60 en 70 en 80 deelnemers per keer. En de volgende keer kan in één dag zijn en zegt hij, ja, maar dit wil ik niet hoor, dit zijn de 40 nu, die er zijn. Op ja, dat is eigenlijk al veel te veel. En dat is veel te veel. En dat vindt Yvonnetje moeilijk. Ja, zou ik ook moeilijk vinden. Ja, dat, ik word er helemaal angstig van. Ja, dat hoeft op zich niet. Angstig hoeft niet, er geen zin in hebben, kan ik snappen. Ik zou dat niet doen. Tenzij... er een vierde bestuurslid bij komt. Ja, zeker. En die heeft vast ADHD. Of een trauma.
het is handiger sowieso om te beginnen om proberen het niet zo belangrijk te maken. Ja. Dus eigenlijk heb ik vaker gezegd van als ik hier ga zitten en ik heb zoiets van oh jee, nou moet ik praten hier met 30 man en it better be good, weet je wel, want anders, en dan ga ik er van alles bij halen dat er iets mis zou kunnen gaan, alsof het ook maar enig belang heeft, zo'n groepje in een achterafkamertje op het wereldtoneel. Dus ik ben daar zeer van doordrongen dat dit interessante entertainment is. En veel meer is het niet. Nou, zo'n vereniging is nog minder belangrijk dan een goddelijke satsang. Dus als we beginnen met onszelf en waar we mee bezig zijn een beetje te relativeren zonder het waardeloos te verklaren. Maar gewoon een beetje relativeren. Het is gewoon kijken wat er van komt. Alles wat we doen is gewoon kijken wat er van komt. Het is niet zo heel belangrijk. Een paar keer in je leven komen dingen allemaal samen en dan is het echt menens. Maar het meeste van wat we meemaken, het is niet zo heel belangrijk hoor. Nee, dat ben ik voor heel veel mensen eens. Nou, dat je daaraan herinneren kan af en toe even helpen om de boel een beetje open te maken. Want al gauw komen we in een vuik dat ik te belangrijk ben en waar ik mee bezig ben, dat echt hyperbelangrijk is. Alsof de sterren uit de hemel vallen als het fout gaat. Ja, ik ben het niet eens. Tegelijkertijd gaan bij mij allemaal alarmbellen af. Want ik vind het ook leuk als het gewoon leuk is om te doen. Obviously. Maar daar is dan weer kijken van dus beginnen met het is een spel, let's say. En we proberen dat zo goed mogelijk te doen, dat is leuk. En als er te veel elementen aanwezig zijn waardoor een soort consistente, prettige gang van zaken niet mogelijk is. Ja, dan zou ook het moment kunnen zijn van nou jongens, veel plezier ermee. Maar ik ga wat anders doen. How about that? Dat kan ook. Of gewoon een wat ontspannende houding hebben. Want ja, als die ene de ene keer dit zegt en de andere dat. Nou, dan zou ik daar dus allemaal niet zo zwaar aan tillen wat die zegt. Want dat hangt dus maar van de stemming af. En die types die kunnen heel vaak heel stellig zijn. Zowel als ze het ene als het tegenovergestelde zeggen. Maar ik zou veel grinniken, denk ik. En we gaan het zus doen. Ik zet de stopwatch aan. Waarom? Nou, kijken hoe lang je hierbij blijft. Gewoon, have a laugh. Ja, maar we hadden toch afgesproken dat? Ja, maar dat gaat dus niet met zo'n tip. Nee, precies. Dus aan een stekelvarken kun je niet vragen dat hij niet prikt. Dus met een redelijk wezen kunnen we afspraken maken, maar misschien is een van de eerste fouten die wij maken, is dat we denken dat een ander mens een redelijk wezen is. Die zijn redelijk zeldzaam. Vandaar wat ik al eerder zei, in ander verband, dat ik heel vaak zoiets heb, we zullen zien. Want een voornemen of ingestelde route is één ding, wat er van komt is iets anders. We zullen zien in hoeverre dat in de richting ligt van wat geroepen is. En kijk, als we heel erg fixeren van het moet dan per se zus of zo, dat is wat ik zelf doe. Dus ik hou er ook van, want we plannen iets. Maar dingen vandaag, die gisteren blijkt, die liepen even anders. Nou, Nick is gelukkig bereid en in staat op dat moment om het over te nemen van Gerda. Anders had er weer iets anders verzonnen moeten worden. Of in het ergste geval, sorry. Ja, dat kan. Dat is oké. Ik volg je hoor. De vraag is voor mij alleen nog steeds, moet ik dat willen? Nee, dat moet dus niet. Dat moet je niet willen. De optie is alleen van, ga ik het als een probleem neerzetten of als een
uitdagend spel en zien wat er van komt. En basically zijn nogmaals alle opties over. Tussen blijven en ermee door rommelen of weggaan of een ander punt vinden waarin het allemaal niet zo erg is. Het kan ook bekeken worden als een geestig toneelstuk. Wat het eigenlijk is. Right, yes, yes, inderdaad. Mag ik ook nog iets toevoegen? Nou, moet wel. Als ik dan zelf aan weerstand denk, dan denk ik, of tenminste dan voel ik spanning. Dus weerstand is bijna per definitie ergens spanning in het lijf. Je hebt ook zoiets als inspanning en dat is veel productiever. Dus in plaats van alles vast te zetten, kan je beter dezelfde energie toch ergens voor inzetten. Zeker. Dat is ook een optie. Het omzetten in een handeling. Ja. Maar meestal vraagt dat wel, dat we ook even een ander perspectief nemen. Dus ben ik helemaal gevangen in die weerstand, dan zit ik eigenlijk op slot. En als ik al in staat ben om er iets mee of aan te doen, dan ben ik alweer in beweging gekomen. Dat op slot zetten, zou je zeggen, is dat toch al voldoende impuls of een herinnering van, hey. Sommigen die zetten zich op slot en die gaan dan eindeloos zitten malen. Mm. En dan gebeurt gewoon niks. Omdat het de hele tijd vanuit hetzelfde perspectief plaatsvindt. Daar moet iets in gebeuren. En soms kan het letterlijk gewoon handig zijn, maar daar is niet echt een transformerend iets, maar wel dat er iets in verandert om letterlijk iets te gaan doen. Dus als je al een hele tijd zo gezeten hebt van, je kunt je ook gespannen voelen, riep ik vroeger wel eens tegen Naomi en zo, van terwijl je stofzuigt. Je hoeft daar niet de hele dag voor op de bank te blijven zitten. Dan heb je in ieder geval een schoon huis. En wat je dan vaak merkt, door in beweging te gaan en niet maar... dat de energie een beetje gaat bewegen en zo. En dat je ineens zoiets hebt van, oh, maar wacht even. Of weet ik veel, gaan aan het lopen. Kom je? Ja, misschien alleen dat, als ik me dan een buiging voorstel, want dat vond ik wel interessant van Ja. Dan zit er al interne spanning in. Maar waarschijnlijk wordt er een andere buiging mee bedoeld. Ja. Maar buigen is bijna, weet je wel, daar komt nog meer weerstand aan te pas. In buigen. Dus ook kan je het opvatten. Of dat er juist iets is wat soepel begint te worden. Juist. Okay. Als ik hem vertaal, dan zou ik denken, buigen... dat bevrijdingsperspectief zou zijn dat je de wensen van de persoon loslaat en dat je die onderstroom volgt. Is dat ook een... Idealiter. Ook al is dat eng of dat je denkt, oh god, en dat je niet meer luistert naar wat jij noemt gezeur of dus de stem van de persoon, sure. Maar dat je durft. En dus dat is buigen? Dat zou kunnen. Mogelijk. Het is mijn term niet. Nee, oké, ja, precies. Ja. Maar wordt inderdaad ook vaak, je zegt er is een verschil tussen buigen en op de knieën van zitten. Ja. Kun je daar nog wat op? Nou ja, het gevaar daarvan is van... dus het is goed om de dingen als het ware te laten en de handen ervan af te halen. Maar het gevaar zit erin dat we het dan gauw overdragen aan iemand anders. En zeker in de spirituele context, dan gaan we ons overgeven aan de guru of whatever. En dan gaat die alles voor mij bepalen. Lijkt mij een slecht plan. Nee, ik bedoel niet dat een persoon of zoiets. Nee, maar dat zeg ik er alleen maar even bij, omdat dat heel veel gebeurt. Dan moet je je ego overgeven en dan hang je hem op aan het ego van een ander. Waarvan jij dan het idee hebt dat hij die niet heeft. Well, wake up. Dus het overstijgen of laten vallen van te veel eigen geraardheid en neiging om te forceren en controle te houden, vind ik een goed plan.
Maar niet als het mij invalideert. Want ik ben ook nog een actief wezen, wat ze in het Engels dan noemen een agent. Dus iets wat kan handelen. Ik moet niet al mijn handelen overboord gooien. Daarom zeur ik zo vaak over tegenwoordigheid van geest of onderscheidingsvermogen. Weet je wel, want hier maken we ook weer iets van. Van, oh ja, ik geef me één keer over of ik buig één keer en dan... Nee, daar is niet een of andere grote intergalactic movement. Daar is een vermogen waarbij ik ga merken van oké, in deze situatie, nou moet ik mijn handen ervan afhalen. En op een ander moment, ja maar nu moet ik ingrijpen. We maken er doordat we zo binair denken altijd een alles of niets spelletje van. Of dat er één moment is en dan is het allemaal geregeld. Ik zie het veel meer als een wakker worden van een vermogen wat ik leer toepassen. En dus ook vanuit mijn totaliteit weet van nu moet ik dit laten gaan en nu moet ik even dit vasthouden. En weten wanneer. De timing, dus dat ik er niet te lang over nadenk en niet te kort en al dat soort dingen, weet je wel. Dus de ontwikkeling, het ontwaken en de ontwikkeling van menselijke vermogens. Niet één magisch moment en dan is alles goed. Daarom riep ik ook al vaker, ontwaken is een begin, niet een eind. Want er is geen eind. Er is een markeringspunt, een omslag of een aantal zijn er eigenlijk. Weet je wel, waardoor een vermogen ineens aan kracht wint, of dat er iets verhelderd wordt, of dat er een stuk waar aan vastgehouden werd wegviel. En dan ontwikkelt het zich door. We hopen allemaal, maar er komt omdat we allemaal christenen zijn, en daarom mengen we al die dingen op verlossing. Maar ontwaken is geen verlossing. Verlossing bestaat helemaal niet. So it's more like a process die een aantal markeringspunten heeft. Markeringspunten in de zin van op dat moment. Nou, bijvoorbeeld de ontdekking dat er zoiets is als bewustzijn. En dus niet alleen maar meer als een verbaal concept. Maar dat het ervaren wordt. Dat uitzoomen, om het zo maar te zeggen, of backing off, een actieve mogelijkheid wordt. Dat is een markeringspunt. Of wanneer iemand in plaats van weerstand te gaan blijven bieden aan gevoelens en emoties, of alleen maar acting them out, ineens bewust gaat leren voelen. En ontdekt hoe dat werkt en wat dat doet. Dat is een markeringspunt. De mens die niet voelt en de mens die wel bewust voelt, zijn twee verschillende wezens. Dus, als, zoals ik dat wel eens noem, het besef van bewustzijn toegankelijk wordt of actief, dat is een markeringspunt. Een ander is, die wat verder weg ligt, hoewel die er kort op kan liggen, van de ontdekking, ik ben bewustzijn. Dat is een markeringspunt. Nou, dat besef zal dan niet meer weggaan, maar meestal nog een tijdje nodig hebben om te stabiliseren en zich uit te kristalliseren, let zij. Dus iedere keer als er zo'n markeringspunt is, is het een eind van een soort voorgaande fase, maar het begin van een nieuwe fase. Het is nooit van klaar. Ja, dat voorafgaande is klaar, weet je wel, maar er begint meteen weer een nieuw veld van ontdekkingen of rijping of whatever hoe je dat wil noemen. Nou, en een hele tijd in dat traject is die ik nog heel belangrijk, want de hele tijd worden dan nog de dingen teruggevoerd op hoe ik mij daardoor voel, of hoe mijn gedrag daar al dan niet door verandert, of daar die daar. Nou, er is ook zo'n markeringspunt waarbij dat allemaal wegvalt en je die hele ik niet meer interessant vindt. Dus dan, als je al dingen onderzoekt, gaan die eigenlijk nooit over jou. Want interesse is niet meer zo op dat ding gericht. Aanvankelijk is het constant op dat ding gericht. En het wat levert mij op, how does it make me feel? En dat is logisch en begrijpelijk, dus dat is geen oordeel, maar dat hoort bij een heel deel van dat, laten we zeggen, ontwikkelingstraject.
Nou, een markeringspunt is dus wanneer dat ophoudt. Dat is quite amazing. Nou ja, vrij essentieel markeringspunt. Ja, ja. Yeah. Zeker. Ja, nou, kijk, er kwamen twee dingen me op. Ook inderdaad, het, wat je net zei van verlossing, dat bestaat. Ik heb bijvoorbeeld de irritante gewoonte dat als het dan best wel goed gaat om dan iets uit mijn comfortzone te gaan doen, dan kom ik dus weer die dingen tegen van, oh ja, nee, dit slaat nergens op, ga ik niet doen, weet je al die weerstand. En ik ontdek dat pas als ik dan weer iets ga doen wat me confronteert, van, oh, maar ik kan het ook anders doen. Dus er is eigenlijk de oude reactie, maar ook een nieuwe optie. Ja, goed. En dat soms, als je dan rust krijgt ineens, na alle ontwikkelingen en onrust en stress, en je denkt, hè, en dan 5 minuten later, oh, nou is er weer iets nieuws. En dat blijft wel, dat is op een gegeven moment wat ik zei, van ik ga wel rusten als ik in mijn grafkist lig. Ja. Maar wat heeft het met verlossing te maken? Nou, dat idee van dat je dan die rust hebt en dat je denkt, oh, dit blijft. Ja, ja, right. Dat je denkt van, dat is dan dat gebeurt op een gegeven moment. Op een gegeven moment krijg je dus echt door van, ja, dat gaat dus niet gebeuren. Ja, dat is dus ook het verschil tussen iets verbaal begrijpen. Dus de meeste mensen, als er 2 keer gezegd wordt, alles is veranderlijk of alles is wordend, dan zeggen ze allemaal ja. Maar emotioneel gezien, dus vanuit allerlei andere lagen in hun systeem, geloven ze constant erin dat er iets constant is. Dus als dit nou eenmaal gedaan is, dan is het klaar. En dat het dan eeuwig op een bepaalde manier zou blijven. Dat is eigenlijk vrij vreemd, vooral als je een paar decennia hebt rondgelopen. Want dan had je, het had gekund dat het je opviel dat dingen nogal veranderen. En dat stemmingen komen en gaan. En dat er gewoon niets te vinden is wat permanent is. En toch geloven we van dat, ja, dan een keer gebeurt er iets en dan ben ik altijd gelukkig. Ik weet niet eens wat dat is. Maar weet je wel, van dat soort waanideeën. Het is echt briljant. De shift in perspectief is toch wel iets wat semi-permanent. Ja, zeker, maar niet het gevoel. Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar het vermogen inderdaad om anders te kijken, ja, dat kan permanent worden. Dus, en het vermogen om te kunnen loskoppelen en al dat soort dingen, weet je wel. Yes, zeker. Maar gevoelens en emoties en ergens iets van vinden, dat blijft gewoon opspelen, obviously. Ja, dat is toch oké? Ja, dat is zeker oké. Maar het blijft gewoon voor mij altijd een vreemd iets dat wij dus geloven dat er een gevoel permanent zou kunnen zijn. Nee, waar ik nog vanaf moet en dat er dus nog iets moet gebeuren en dat er dan ook even een periode van bliss komt. Ja, dat zou kunnen. Dat wordt geadverteerd. Ja, maar dat zou... Dus dat wil ik. Ja. Ik kom uit de depressieve suicidale hoek. Ik wil dat. Ja. Maar het zou inderdaad kunnen. Ja, terwijl ik toch wel regelmatig het idee heb dat het allemaal al zo geschift is, dat moet er nu nog echt wat gebeuren. Ja, heb jij ook een periode gehad dat je echt verbaasd was van wat hij nu weer brengt? Nog steeds af en toe. Alleen gelukkig kortstondig.